Egypte is deze dagen het toneel van de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. En kenmerkend voor deze klimaattop is de onvrede van ontwikkelingslanden. Ze willen dat de rijkere landen over de brug komen met geld als compensatie voor klimaatschade. In de studio Carla Dick-Faber, projectleider van Groene Kerken. Mevrouw Dick-Faber, van harte welkom. Dank. Waar komt die onvrede bij ontwikkelingslanden vandaan? Ik kan die onvrede heel goed begrijpen. Ik was zelf aanwezig bij de klimaattop in Parijs in 2015. Daar is al gesproken, en volgens mij zelfs al daarvoor al, dus over een fonds te vullen door rijke westerse landen. De landen die klimaatverandering veroorzaken. En het geld in dat fonds, 100 miljard per jaar, gaat naar arme landen. Zodat die aan de slag kunnen gaan met maatregelen om zich te wapenen tegen klimaatverandering. Dus dat is toen beloofd eigenlijk? Dat is toen al beloofd. Volgens mij zeker 2015, maar ik meen zelfs al daarvoor. Ja. We zijn nu bijna 2023, dus ja, zoveel jaren verder. Ja, wat is er van terechtgekomen? Er is veel te weinig van terechtgekomen. Dat fonds is gewoon niet gevuld. En wat je ziet is dat de armste landen te maken hebben met de grootste gevolgen van klimaatverandering. In Nederland, het was ook een droge zomer. In Nederland hebben we in Limburg natuurlijk ook een overstroming gehad. Maar het is onvergelijkbaar bijvoorbeeld met wat je in Pakistan hebt gezien. Zo'n ontzettend arm land wat dan te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering. Dat kunnen ze echt niet alleen. En zij zeggen, die rijke westerse landen, die hebben het probleem veroorzaakt. En die moeten ons nu financieel tegemoetkomen. En dat begrijp ik heel goed. Ja, want tegelijkertijd, westerse landen zetten heel erg in op duurzaamheid, zonnepanelen, elektrisch rijden, et cetera. Ja. Maar voor die ontwikkeling hebben ze ook weer grondstoffen nodig, juist uit die ontwikkelingslanden. Is dat ook waar die compensatie over gaat? Of gaat het alleen over de effecten van bijvoorbeeld droogte? Nou, wat ik ervan heb begrepen is dat het vooral gaat om adaptatie. Dat betekent hoe kunnen arme landen zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? Welke technische maatregelen zijn daarvoor nodig? En het gaat om een bedrag voor het oplossen van alle calamiteiten die er zijn. Een land als Pakistan, wat overstroomd is, waar zoveel woningen verwoest zijn, waar ook mensen niet eens begraven kunnen worden omdat het water nog niet weg is. Ja. Waar de grond niet meer vruchtbaar is. Ja, dat zijn zulke grote schadeposten. Dat kunnen die landen echt niet alleen dragen. Nee, verwacht u dat er op deze top dan wel met de portemonnee dat die geopend wordt? Ik hoop het, maar ik vrees het ergste. Aha. Ja, ik bedoel, we praten er al zo lang over. Ja. Westerse landen nemen hierin gewoon niet hun verantwoordelijkheid. Oh. Nog steeds doen westerse landen onvoldoende om klimaatverandering tegen te gaan. Het zijn allemaal mooie woorden en er gebeurt heus wel wat, maar het is allemaal niet genoeg. Oh. Dus, en intussen komen ze ook niet over de brug om het fonds te vullen. Ik kan me wel voorstellen dat het feit dat dit in Egypte is, dus op het Afrikaanse continent, dat dat wel in het voordeel werkt van ontwikkelingslanden. Of zie ik dat verkeerd? Er is inderdaad heel veel hoop gevestigd nu op deze klimaattop die in Afrika is. Een land wat, een continent wat het meeste gevolgen ervaart van klimaatverandering. Dus die hoop is er wel. En daarom hebben ontwikkelingslanden ook gezegd, we willen nu echt dit thema ook agenderen op deze top. Nogmaals, ik hoop echt dat er nu harde afspraken worden gemaakt. Ja. Tot nu toe waren die er niet. Mm. Het was allemaal veel te vrijblijvend. Daardoor kwam er ook onvoldoende geld van de grond. Ik hoop dat er nu wel goede afspraken komen. Maar nogmaals, U bent sceptisch. Ik moet het nog zien gebeuren. Ja. Nu, afgelopen zondag is premier Rutte, onze premier, naar de klimaattop gegaan per vliegtuig. Gisteren is hij alweer teruggegaan. Ja. Vandaag vliegt minister Kaag naar Egypte. Waar is dat eigenlijk voor nodig, al dat heen en weer gevlieg? Ja, het liefst zou je willen dat dat allemaal niet nodig is. Mm-hmm. Want vliegen is gewoon niet zo heel duurzaam en niet goed voor het klimaat. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dit onderwerp zo groot en zo belangrijk is, dat je elkaar ook in de ogen moet kijken om tot goede besluiten te komen. Ja, ik noemde al Pakistan. Als de premier van Pakistan vertelt over wat er in zijn land gebeurt via een videoschermpje, dan is dat toch anders dan wanneer je iemand in de ogen kijkt. Ja. En, dus wat dat betreft, vliegen niet fijn, maar ze doen het toch. En ik denk dat het nodig is, maar laat ze dan ook met de goede beslissingen komen. Ja, want dat is eigenlijk een vraag die hieruit voortvloeit. U zegt van die afspraken die toen zijn gemaakt, is niet zo heel veel terechtgekomen. Er wordt nu heel veel aandacht besteed aan deze klimaattop, maar is dat dan niet een grote neus? Want er worden afspraken gemaakt, die worden niet nagekomen. Wat is de zin van zo'n klimaattop dan?
Ja, er worden dus wel afspraken gemaakt. Mm-hmm. Maar niet alle afspraken worden voldoende nagekomen. Wat je nu wel ziet is dat er in het Klimaatakkoord van Parijs 2015, waar ik dus zelf bij was, afspraken zijn gemaakt voor CO2-reductie. En een continent als Europa, je ziet de Europese Unie maakt daar nu ook echt werk van. Ja. En je ziet dat Nederland met ook dit kabinet zegt van nou, we willen echt komen tot de forse CO2-reductie. Dus ja, die afspraken worden wel gemaakt en je ziet ook wel, er wordt ook een transitie. Ja, en de transitie wordt ook wel in gang gezet, maar het is gewoon allemaal echt onvoldoende. Dus ja, als die klimaattoppen gebruikt worden om nog een keer die urgentie te onderstrepen en met elkaar die duidelijke afspraken erover te maken, dan gaan we met elkaar wel de goede kant op. Ja, er zijn nu ook de afgelopen tijd veel demonstraties geweest. Ook klimaatactivisten die bijvoorbeeld Schiphol bestormen en specifiek ook privévliegtuigen verhinderen om te vertrekken. Wat vindt u eigenlijk van dat soort acties? Nou, ik moest eerlijk gezegd wel een beetje glimlachen om de actie op Schiphol. Ik vond het eigenlijk wel een erg goede actie. Omdat de luchtvaart enorm ontzien wordt als het gaat om maatregelen met betrekking tot het klimaat, zeker ook de privévliegtuigen. Nou, het is eigenlijk gewoon te zot voor woorden dat Schiphol daarvoor ook gebruikt wordt. Dat een medische vlucht niet kon landen, zoals op een gegeven moment ergens te lezen was. Dat was echt een broodje aap verhaal. Het is een heel veilige actie geweest, dus ik had er veel sympathie voor. Ik vond het een beetje lastiger, zeg maar, de acties in de musea. Ik ben van huis uit kunsthistoricus, dus dat ging me ook al een beetje aan het hart. Ja. Maar ik snap ook heel goed de zaak waar zij voor staan en de urgentie die ze willen onderstrepen. Ja, zouden dit soort acties niet juist averechts werken? Dat je juist antipathie kweekt voor het thema klimaat door deze acties bijvoorbeeld in de musea? Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen zich achter de oren krabben van moet dit allemaal? En dat gevoel heb ik zelf ook wel. Ik merk bij mezelf heel tegenstrijdige gevoelens. Aan de ene kant van nee, dit wil ik niet en dit is een mooie kunst en dit moeten we bewaren voor volgende generaties. En aan de andere kant, maar het gaat wel echt over de toekomst van deze aarde, over Gods mooie schepping. En ben ik zelf bereid om actie te ondernemen? Ben ik zelf bereid om in actie te komen? En zijn we niet met elkaar te lauw ook, vraag ik mezelf wel eens af. En schudden die klimaatactivisten ons niet wakker van dat er echt iets moet gebeuren? Ja. Nou, uw organisatie Groene Kerk heeft een onderzoek uitgevoerd naar christenen en duurzaamheid. Wat is de belangrijkste conclusie geweest uit dat onderzoek? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste conclusies is dat christenen hele mooie waarden hanteren. Waarden over naastenliefde en over rentmeesterschap. Maar dat ze nog niet hun duurzame keuzes daarop baseren. Zijn christenen duurzamer dan niet-christenen? Of is dat niet uit het onderzoek gekomen? Uit het onderzoek is gebleken dat er christenen iets meer vlees eten, maar iets minder vliegen. Dus dat zijn wel belangrijke verschillen. Maar verder zijn we net zoveel of zo weinig met duurzaamheid bezig als niet-christelijke landgenoten. Ja. Ja. Nu zijn er veel christenen die sceptisch zijn als het gaat om duurzaamheid en klimaat. Hoe zou u dat verklaren, die skepsis van christenen? Ja, ik denk dat duurzaamheid voor veel christenen toch ook klinkt als duur of als links. En dat is dan dat laatste geen compliment. En duur is natuurlijk ook niet heel fijn. Maar het zou jammer zijn. Ik denk op het moment dat je duurzaamheid verbindt aan rechtvaardigheid, goed omgaan met deze aarde, de aarde doorgeven aan volgende generaties, recht doen aan mensen die nu al de gevolgen merken van klimaatverandering, dat je een heel ander gesprek hebt met elkaar. Want recht doen, dat is wat we allemaal willen. En christenen ook, dat is ook een Bijbelse waarde. Dus ik denk dat, dat op het moment dat we het hebben over rechtvaardigheid. Want specifiek uw organisatie heet Groene Kerken. Ja. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van ja, maar waarom moet het in de kerk over duurzaamheid gaan? En het gaat al overal in het nieuws over duurzaamheid, over milieu, over aandacht voor je omgeving. In de kerken hebben we ook wel andere dingen te bespreken. In de kerken is heel veel te bespreken, gelukkig maar. En ik denk vooral Gods woord, dat we dat met elkaar moeten bespreken in de kerken. Maar dat gaat ook over duurzaamheid. Het gaat ook over goede zorg voor deze aarde. Van oudsher zijn christenen, kerken, bekend geworden vanwege de zorg voor de naasten. Veel verzorgingsinstellingen hebben ook hun grond christelijke grondslag. Ja, precies, hebben christelijke grondslag, zijn ontstaan vanuit de kerken.
En ja, waar zijn de christelijke natuurorganisaties die zich inzetten voor de zorg voor deze aarde? Ja. We hebben Arosha, ja. Een kleine organisatie, maar waarom zijn we daar niet allemaal lid van? Ja. Ja. Tot slot, nog heel kort. Wat voor rol kan een kerk in deze discussie spelen volgens u? Kort. Ik denk dat een kerk een heel belangrijke rol kan spelen, want klimaatverandering is een gepolariseerd onderwerp. Er is veel polarisatie in de samenleving. En juist als kerk ben je een waardegemeenschap. En kun je vanuit verschillende invalshoeken samen op zoek gaan en elkaar motiveren om te kijken hoe gaan we nou voor schepping zorgen. Mooi. Carla Dick-Faber van Groene Kerken, dank voor uw komst.